Hoi iedereen, welkom terug op mijn kanaal. Mijn naam is Janiva, ik ben verloskundige en moeder. En vandaag neem ik jullie mee in de vierdelige serie over de bevalling. Na deze vier vlogs heb jij de handvaten die je nodig hebt om het persoonlijk geboorteplan volledig op te stellen. Vandaag deel 1, alles over hoe de weeën op te vangen, thuis en in het ziekenhuis. Ik krijg heel vaak de vraag vanuit collega's, zwangeren van de praktijk, maar ook vrienden. Ja, ben jij niet bang geweest voor je bevalling? Want je hebt er zoveel gezien. En eigenlijk is mijn antwoord altijd nee. Ik heb superveel bevallingen gezien, maar dat maakte juist dat ik gewoon heel veel rust en vertrouwen kreeg. Ik weet dat een droombevalling niet altijd uitkomt, maar van alle scenario's die zich konden afspelen, had ik een klein gedeelte waarvan ik dacht, oké, als het zo loopt, dan wil ik in ieder geval dat hier rekening mee gehouden wordt. Of als het deze kant op gaat, wil ik dat hier rekening mee gehouden wordt. Zo had ik heel veel rust bij het idee, ik heb niet alles onder controle, maar als iets loopt zoals ik dat niet van tevoren had gewild, dan had ik rust ermee als dat scenario werd gevolgd en daar rekening mee werd gehouden. Ik hoop jullie vandaag en in de komende vier vlogs dus ook het zelfvertrouwen te geven om jouw persoonlijk plan zo op te stellen dat jij ook gewoon enorm veel rust hebt en dat je ongeacht de uitkomst van jouw scenario tevreden bent met jouw bevalling. Voor vandaag werk ik dan ook samen met Noah Fotografie. Zij is mijn geboortefotograaf geweest en zij heeft vast kunnen leggen welke houdingen ik heb gebruikt. Ik neem jullie mee in de ademhalingstechnieken die ik heb gebruikt en ook hoe en welke scenario er bij mij zich heeft afgespeeld. Let's get started. Allereerst, wat zijn weeën en hoe herken je ze? Een wee zal je namelijk altijd nodig hebben om te bevallen, ongeacht of dat je vliezen wel of niet eerst breken. Een wee herken je doordat je buik samenspant en dat je merkt dat je in een soort van bergtop een pijn ervaart. Ik ervaarde het als een menstruatie ofwel darmkramp die opkwam waarvan ik dacht, dit is ongemakkelijk en dat ebte dan weer weg. De weeën die splitsen zich eigenlijk op in twee verschillende fasen. De latente fase en de actieve fase. In de latente fase merk je dat de weeën gewoon nog als een soort van menstruatiekramp of een darmkramp aanwezig is. Ze zijn pijnlijk, maar je kan je er makkelijk doorheen ademen. Zometeen vertel ik jullie wat meer over de ademhalingstechniek die je hiervoor kan gebruiken. En in de actieve fase merk je dat de weeën korter op elkaar komen. Vaak zitten maar 3 tot 5 minuten pauze tussen voordat de volgende wee weer komt. En de weeën houden ongeveer een minuut lang aan. Komen ze dus korter op elkaar, dan merk je ook dat die pijn van die bergtop heftiger aanweziger is. Je moet je echt focussen op de ademhaling om door die pijn heen te komen. Je kan er niet meer doorheen praten. En juist met die focus maak je dat jij makkelijker door die weeën heen komt. Ik laat jullie nu de 2 ademhalingstechnieken zien die ik heb gebruikt om door de weeën heen te komen. De eerste ademhalingstechniek die gebruik je tijdens de latente fase, waarin de pijn nog wel duidelijk aanwezig is, maar met ontspanning kom je er makkelijk doorheen. Dus het is een ontspannende buikademhaling die we gaan proberen. Je ademt diep door je neus in, 3 tellen in, 1, 2, 3. En je ademt rustig uit, 1, 2, 3. Deze ademhaling hou je vast in die latente fase wanneer de weeën nog wat langere pauzes hebben en je eigenlijk alleen maar hoeft te ontspannen om door die weeën heen te komen. Ik laat jullie nu de 2e ademhalingstechniek zien. Dit is de ademhalingstechniek die je nodig hebt in de actieve fase. Je neemt weer een comfortabele houding aan. Je ademt diep door je neus in en je puft hem rustig in 5 staps uit. Je kan dit zonder, maar ook met geluid doen. Ik had een techniek ontworpen die met geluid was. Daar kon ik echt niet meer van afstappen, maar het hielp mij enorm om door die wee heen te komen. Je ademt weer diep in en je puft hem weer uit. Deze techniek gebruik je dus als de weeën korter op elkaar komen en veel heftiger aanwezig zijn. Zeker als je merkt, hey, ik krijg nu met moeite controle over deze wee, dan gebruik je deze ademhalingsmethode. Ook al doen weeën superveel pijn, het is belangrijk dat je ontspannen blijft. Nou is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Belangrijk is dat je van houdingen wisselt om zo de ontsluiting, maar ook de indaling van het hoofdje van die kleine te bevorderen. Hoe meer ontspannen jij bent, hoe makkelijker dit proces gaat. Hou er dus rekening mee dat jij je zo comfortabel mogelijk voelt. Volg geen plaatjes van een boek omdat je die houdingen moet volgen. Of je hebt een bal gekocht, dus je moet hem gaan gebruiken. Maar gebruik echte houdingen die voor jou comfortabel voelen.
en zorg ervoor dat zwaartekracht sowieso een stukje meehelpt. Ik laat jullie nu nog even 3 posities zien die jij kan gebruiken op de bal om je wee op te vangen, zeker in de actieve fase. De bal kan je thuis gebruiken, maar zijn veel ook vaak in het ziekenhuis aanwezig. De eerste positie is een zittende positie. Neem gewoon een rustige, ontspannende houding aan. Zet je voeten goed op de grond en beweeg met je heupen in een achtvorm. Dit blijf je herhalen totdat de wee voorbij is. Zo maakt het dat je heupen zo wijd mogelijk openstaan en dit bevordert weer de indaling van je kleine. Een variatie van deze positie is het bouncen op de bal. Je zorgt ervoor dat je je voeten weer goed op de grond neer hebt zitten en je bounce eigenlijk op en neer tijdens de wee op de bal. Dit zorgt weer dat de zwaartekracht helpt met de indaling van het hoofdje. Voor de tweede positie gaan we zitten op de grond. Je legt de bal voor je neus neer en je gaat eigenlijk met je bovenlichaam over de bal heen hangen. Met dat gewicht kan je heen en weer wiegen om zo die wee op te vangen. Vergeet niet te puffen tijdens de wee. Dit is een hele fijne, omdat je zo een beetje in je eigen kokonnetje terechtkomt. Voor de derde positie blijf je op de grond zitten. Je houdt de bal nog steeds voor je, maar wat je doet is eigenlijk tegendruk geven met je onderarmen. Je plaatst beide armen op de bal en die tegendruk, die duw je heel de tijd heen en weer tijdens de wee. Dit helpt enorm met de pijn om die tegendruk te blijven geven tijdens de hoogtepunt van de wee. Deze 3 posities kunnen jou weer helpen door de pijn heen. Je kan ze thuis gebruiken, maar dus ook in het ziekenhuis. Wil je nog meer handige plaatjes zien van houdingen die je kan gebruiken om de wee op te vangen? Ik zal in de opmerkingenbox eventjes de link naar deze folder plaatsen. Dit is een handige houvast voor houdingen thuis en in het ziekenhuis voor jou tijdens de weeën. Wanneer komt nou in dit hele verhaal de verloskundige langs? In de latente fase, als de weeën dus om de 10 minuten zijn en nog niet heel erg pijnlijk, dat is de fase waar je eigenlijk zelf thuis de weeën nog opvangt. Dat is voor iedereen hetzelfde, ongeacht of dat je een medische of gewoon een bevalling bij een verloskundige hebt. Als jij denkt, ik ben in die actieve fase beland, die weeën zijn een uur lang al regelmatig en pijnlijk aanwezig, je moet je er echt op focussen en de ademhalingstechnieken toepassen, dan is het moment om je verloskundige te bellen. Belangrijk is dat je bij jezelf blijft en denkt, ik vind het nu prettig om of eventjes te overleggen, of in ieder geval aan te geven, ik denk dat ik in die actieve fase beland ben. Je verloskundige zal dan ook langskomen voor een huisbezoek om naar de ontsluiting te voelen. Dat doet ze door inwendig te voelen bij je en te kijken naar je baarmoedermond in hoeverre die rijp is voor de bevalling. Dat betekent dat we kijken, is de baarmoedermond platter geworden en hoe ver is die open gaan staan. Dat openstaan, dat noemen we de ontsluiting. Je begint bij 0 en je eindigt bij 10. Op het moment dat je zo'n 3-4 centimeter hebt, zeggen we, dit is officieel de actieve fase van de bevalling. En we verwachten dan ook dat je ongeveer 1 centimeter per uur vooruit gaat. Merk je dat je bij die eerste bezoek onder die 3 centimeter komt, dan kan het zijn dat je verloskundige voorstelt, we wachten het nog heel eventjes af. Kijk heel even wat jij daarin prettig vindt. Vind je het goed om bijvoorbeeld paracetamol te gebruiken ter ontspanning? Ben je al onder de douche geweest? Heb je andere dingen geprobeerd of zou je iets sterkers willen om heel even dat eerste stukje door te komen? Bespreek dit dan met je verloskundige. Er zijn verschillende opties, maar meestal spreken we een tijdsbestek af van 2 tot 4 uur voordat we opnieuw komen beoordelen wat je ontsluiting is. Wil je thuis bevallen net als ik, dan blijf je gewoon in de setting van je eigen huis. Maar ben je in de actieve fase en heb je voldoende ontsluiting, kan het ook zijn dat je het prettiger vindt om naar het ziekenhuis te gaan. Zorg ervoor dat jij je tas in hebt gepakt en dat je je spullen mee kan nemen en dat je weet wat jij prettig vindt in het ziekenhuis. Hier komt jouw geboorteplan weer goed te pas. Ik neem jullie mee in de houdingen die ik heb gebruikt tijdens mijn bevalling. Ik ben allereerst begonnen met een zijligging. Op bed, kussens tussen mijn benen op mijn linkerzij. Hier zat ik in de latente fase. Zoals in mijn eerdere vlog bij de slaaptips kon je zien dat ik gebruik maakte tijdens de bevalling van een muziek. Afspeellijst die ik zelf had gemaakt en ik gebruikte een diffuser. Dat zette gewoon voor mij de moed om een beetje slaperig te worden en eigenlijk alles over me heen te laten komen. Ik was dus super relaxed in deze positie omdat ik voor me nam, dit is het nog lang niet. Ik heb nog uren te gaan, dit is een pijn die ik makkelijk kon handelen en rustig doorheen kon ademen. Ik hoefde dus ook niet actief te gaan puffen, maar ik gebruikte dus die latente ademhaling. Wat ik ook gebruikte voor deze positie was het tensapparaat. Het tensapparaat is een soort elektromassageapparaatje waarmee je op 4 plakkers op de huid, op je rug, een soort van massagetechniek of elektropulsen kan geven om ontspanning te geven. Je kan het tijdens de wee gebruiken en je kan het ook zelf bedienen. Je kan hem dus harder of zachter zetten op de pijngrens waarop jij dat prettig vond.
Ik vond het prettigst om hem juist tussen de weeën door te gebruiken en deze op de ontspanningsfase te zetten. Dit hielp mij enorm om die pijn die dan weer wegebte, weer makkelijk te handelen. En zo laad ik dan weer op voor de volgende wee. Die tensapparaat heeft me zeker voor dat eerste stuk van die bevalling echt er doorheen getrokken. Toen het heftiger werd en de weeën veel korter op elkaar kwamen, had ik meer nodig ter ontspanning. Onder de douche had ik een krukje, zodat ik makkelijk kon ontspannen tussen de weeën door en zo kon zitten. En mijn man, Edson, die zat dan voor me en zo kon ik bij hem tegendruk geven. Die tegendruk hielp weer enorm om door die weeën heen te komen. Ik had een warme straal op mijn rug en dat ontspande weer heel erg op de momenten dat die weeën weer voorbij waren. De weeën waren ondertussen de 1 en 2 minuten en ik moest echt flink er doorheen puffen, maar ook tegendruk geven om door die wee heen te komen. Dus de focus van de ademhaling had ik nodig, de tegendruk van Edson voor mij had ik nodig, maar ook de warmte van de straal om die ontspanning erbij te helpen. Dat maakte eigenlijk de perfecte combi dat ik zeker daar onder de douche wel een uur heb gestaan om de wee op te vangen. Merk je ook dat als je hoofdpijn hebt, als je niet lekker bent of als je buikpijn hebt en je staat onder de douche en je vindt dat prettig, dan is weeën opvangen onder de douche ideaal voor jou. Dit was voor mij ook de beste positie om de wee op te vangen en ik denk voor de volgende bevalling dat ik zeker ook weer onder de douche zal gaan staan. Helaas liep mijn bevalling ook niet perfect zoals ik dat van tevoren had gedroomd. Al vond ik dat absoluut niet erg. Onder de douche merkten we dat het hartslagje van die kleine daalde, dus we zijn naar het ziekenhuis gegaan. In het ziekenhuis moet je weer even schakelen, want welke positie doe je dan? Wat ik toen deed was eigenlijk naast het bed gaan staan en ik liet Edson onder druk op mijn rug geven. Je ziet hem bij de foto met beide handen op mijn heupen staan en hij gaf eigenlijk tegendruk tegen mijn heupen in. En hij drukte daarmee op de onderkant van mijn rug. Dit maakte er weer voor dat de druk die kleine op mijn onderrug gaf, wat minder werd. Dus tijdens de wee gaf hij deze druk en kon ik weer met mijn ademhalingstechnieken door die wee heen komen. Heb jij ook enorm last van rugweeën, dan is deze positie ideaal voor jou. Druk op de onderrug van je partner, vriendin, kraamverzorgster of verloskundige kan hier enorm bij helpen. Ik had jullie nog meer voorbeelden willen laten zien van hoe ik het heb opgevangen tijdens mijn bevalling. Maar mijn bevalling is heel snel gegaan. Op het moment dat we in het ziekenhuis zijn aangekomen, zie je me nog even staan. Ik heb daar 10 minuutjes nog de weeën hoeven op te vangen. En toen had ik al 10 centimeter. Hou er rekening mee, mocht je eerder in het ziekenhuis zijn, dat je zeker ook gebruik kan maken van de lichtbaden daar. De meeste ziekenhuizen hebben een lichtbad. Ofwel een bevalbad. Wil jij niet speciaal in een bad bevallen, maar vind je het wel lekker om water te gebruiken ter ontspanning? Gebruik dan zeker ook het lichtbad. Goed, lieve mama's, dit was hem weer voor vandaag. Volgende week neem ik jullie mee over pijnstilling in het ziekenhuis en wat daarin je opties zijn. Blijf op de hoogte door je te abonneren op mijn kanaal. Je steunt me enorm door op de like-button te pushen. Zo weet ik dat ik nog meer van zulke content op moet nemen en dat je deze vlog ook behulpzaam vond. Tot volgende week. Ciao!